Dames en heren, goedemiddag. Ik kondig u even aan, de heer Dik voor elkaar, met een speciale mededeling. Ja, fijn, dankjewel, de groot. Heb je nog kwartjes voor de koffieautomaat? De groot, wacht nou even, er komt een hele tragische mededeling. De koffie, kwartjes, wacht nou toch. Dames en heren, u heeft het wel gehoord natuurlijk. Zojuist heeft de heer Gert van Brakel voor de laatste keer het programma Los Vast gepresenteerd. Ja. Gaat hij weg, die van Brakel? Die verzint ook van alles om gratis een koudbuffet aangeboden te krijgen. Nee, hij gaat echt weg. Ja. Gert van Brakel heeft voor de laatste keer Los Vast gepresenteerd vanmiddag. Ja. En het leek mij dan ook, gezien de omstandigheden, verstandig om een aangepaste Dik voor elkaar show te brengen. Een soort carnavalsuitzending. Nee, een soort carnavals natuurlijk niet. Juist het tegenovergestelde. Vooruit, start die tune. Ja hoor, daar is hij weer. Daar zijn we dan weer na een week van hard werken. Met de lach of een schietshow, oftewel de dijk voor iets anders show, zoals de Fransen zeggen. Ome Joop en ik hebben een hoedje gemaakt. Ja, de groot mag nou eens even met alles te zeggen voordat ik het ga zeggen. Dat ga ik net vertellen. Oh. We hebben speciaal voor Gert van Brakel een passend afscheidslied ingestudeerd. En het lijkt mij leuk dat we dat nu gaan zingen, jongens. Opgewekt kijken. Het leven gaat gewoon door. Zal ik dan eerst even koffie gaan zetten? Nee, Harry, wacht nou even. Laten we nou eerst dat lied even doen. Hè? Eén, twee, drie. Dag, Gert van Brakel. Dag. Dankjewel. Dag, Gert van Brakel. Dat we hem bedanken. Wat is dat? Wat heb je dan? Lachelijk, hè? Wat is er nou weer een stomme vraag? De grote, zo'n man hoort er bedankt te worden. Hè? Die hebben ik weet niet hoe lang dat los vast. Hè? Iedere zaterdag zat die man daar. Hè? Hij zei, ik weet niet hoeveel vrije tijd gaat heen. Die man die zat daar, die zit daar niet voor zijn eigen plezier. Dacht je dat die man er voor zijn eigen plezier? Hè? Zo'n beetje egeltje. Ben je gek? Die man die zit daar voor het Nederlandse volk. Voor het Nederlandse publiek. Die man die, hè, die stelt zich beschermen. Die zegt, mensen, we moeten hier wel hebben. Die presenteert dat programma. En die man die stond meteen en zei, dat doe ik. Dat ga ik doen. En er waren nog anderen. Nee, riep hij. Nee, dat doe ik. En dan zaten iedereen is op 12. Dus zat, dan moet hij toch bedankt worden. Dat is toch logisch? Dat vind ik ook, meentje. Die van Brakel, die moet hartelijk bedankt worden. Natuurlijk, ome Joop. En natuurlijk. Omdat die man jaar in jaar uit het programma heeft gepresenteerd. Nee, ik wou hem bedanken dat hij nou eindelijk weggaat. Nou, toch vind ik het jammer dat hij nooit meer te horen is, hè, Ben? Ach, ik weet niet. Ik vind het toch jammer dat hij weg is. Hoezo? Ja, op zaterdag op de radio, dan dacht ik altijd, hè, het is 12 uur, hup, Gert van Brakel op de radio. En dan luisterde je de hele middag. Nee, dan zette ik hem uit. Dan zette ik hem uit, wat is dat nou, 12 Gert van Brakel? Ja, dat was zo'n vaste gewoonte. En dan gaan we straks los vast met Gert van Brakel, hup, uit die radio, hup, weg. Af en toe gooide ik ook een bijl erin, dan was ik het zo zat en dacht, dan komt hij weer. Ik heb al 30, 40 radio's heb ik versleutel. Dat was zaterdagmiddag, vaste gewoonte. De buren kwamen ook kijken. Pip, ga je weer met de bijl erin? Ja hoor. Nou, de kranten, de weekbladen, foto's maken. En hier is Mos van Rang. Hup, daar ging die bijl erin. Die gewoonte ben ik kwijt. Wat moet ik nou? Waar moet ik nou de bijl in zetten? Ja, maar Pep, zet je dan gewoon zo en even, hup, de bijl erin? Ik wel. Ik heb er de opnames van. Ze hebben wel eens een opname ervan gemaakt. Dat kan ik wel even laten horen, hè. Ach, wat interessant dat je de bijl in de radio zet. Ja, hier op deze band. Kent u het? De groot zet die band op. Wat leuk. Kunnen we dat eens horen? Hoe Pep de bijl erin gooit als het programma Los Vast begint.
Ja, Dick, ik heb hem hoor, hier is die. Ja, nou ben ik aan het zoeken. Dan sta ik al klaar met mijn bijl. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Was, was! Zo, zo, wat een klap, zeg! Wat een kanaal, hè! Wat een kracht! Ja, ik zet er even een klap achter, hè! Ja, die bib zijn het hele dure radio zeker, hè? Nou, ik krijg ze goedkoop, hè! Ik heb ze voor inkoop, omdat ik te veel tegelijk afneem, hè! En wat doe je met al die kapotte radio's? Daar stook ik mijn open haard mee, hè! Ach, je gooit ze gewoon in de open haard! Ja, maar sommige radio's zijn zo sterk, die gaan spelend het vuur in! Ja, interessant! Nou, ik vond het erg interessant om te horen. Maar luister mensen, we hebben dus aangepast programma. Hè? We vinden het allemaal vervelend dat Gert van Brakel weggaat. En daarom hebben wij speciaal een zogenaamd afscheidslied gemaakt. Ik moet even over het Ome Joop-koor vertellen. Ja, dat ga ik nou toch vertellen? De groot zit er toch niet dwars. Hè? Dus zo, we hebben namelijk, om dit hele, de hele uitzending is dus gewijd aan het afscheid van Gert van Brakel. Ho, ho, wacht nou met die radio-uitzending. Ik zie de luistercijfers weer terugvliegen meteen. We hebben het lollig. We doen het niet echt natuurlijk. We menen het niet wat we zeggen. Oh nee, je nee. Het toch wel een beetje vervelend dat hij weggaat. Hey Dick, je moet even vertellen dat ome Joop zijn neven en zijn ooms allemaal uitgaan. Wacht nou, kom eens even. Zit nou niet alles te verraaien meteen aan het begin al. Want het is toch een verrassing voor Van Brakel. Ga je er niet meteen al weg knallen. Je gaat er niet zeggen wat er in een cadeautje zit. Dan moet je er eerst uitpakken. Dat is leuk. Want er komt... Nou, zoals de grote al zei, er komt dus nou het Ome Joop-koor. En dat is Ome Joop met al zijn broers en zijn zusters en zijn neven. En oom uit... En ooms en zo. Oom uit Rijswijk ja, zitten. Ja, Ome Joop heet die. En die hebben allemaal hebben ze een afscheidlied voor Van Brakel ingestudeerd. En dan gaan we nu naar luisteren, hè, Ome Joop? Ja, voor mij hoeven we niet mee, hè, maar daar kom ik dan. Hier is het afscheid van Gert van Brakel. Ome Joop, neem u deze microfoon, dat is de zangmicrofoon. Hallo, hallo. Ook doet er niet zo maar wacht, zet er niet zoveel echo op die microfoon van Ome Joop. Oh, hallo, meisje. Ik vond dat wel leuk, Dick. Hoe heet de burgemeester van Weesel? De groot zet die microfoon wat minder. Wachtelijk, hè. Hallo, ja, zo, dat kent ie. Oké, meisje, daar komt ie, hè. Dames en heren, het Ome Joop-koor! Oh, wat gezellig! Ja, meisje, beste Gert. Dank je, Gert van Brakel. Ja, mag ik even wat zeggen, meisje? Mag ik ook even wat zeggen er tussendoor? Dank je, Gert van Brakel. We willen je danken, maar vragen ons af. Waarom wij dat doen, we lijken wel maf. Oh, man, meisje. Dank je wel, Gert van Brakel. Het is er eindelijk van gekomen, meisje. Dank je, Gert van Brakel. Ik kon er enkel maar van dromen. Dank je, Gert van Brakel. Jij deed het programma zo'n 300 keer. Maar nu na vanmiddag gelukkig niet meer, weet je. Dank je wel, Gert van is er nu de hoogste tijd, u begrijpen wel, uw voorbelang komen aangepast programma voor... Een dankwoord. Een dankwoord? Ja. Zo'n dankwoord. Wat nou een dankwoord? Er zijn op het ogenblik een hele hoop mensen die bellen op. Die willen bedanken? Ja. Ach, wat leuk. Een heleboel mensen die willen even Gert van Brakel bedanken, nee, niet waar? Nee, Dick. Niet nee, Gert? Nee, als lid. Ach, dat ga je toch niet voor? Ik word daar zo wanhopig van. Kan u het horen? Ik word daar zo... Nou, mensen, we gaan verder met mijn belachelijke dankwoord. Nou,
Zoals ik al zei, aangepast programma. En daarom zou ik zeggen, de groot feest! Het is een feestplaat, het is toch geen feestplaat? Wat is er nou voor feestplaat? Well, er staat op weer having a party. Ja, we hebben een party, zeker in het bejaardentehuis. Zet een feestplaat op! Wat een hoende, hè? Zet die plaat af. En dan nu, feest! Ik heb hier meneer Van Sinder. En die is hoofd van de programmaafdeling van de NCRV Radio. Die wou ook even wat zeggen in het programma. Ach, wat leuk. Ach, natuurlijk. We onderbreken daar natuurlijk even het programma voor. Dat is leuk natuurlijk. Ook oh, van hoger hand. Ook wel interessant, ja. Wil men even aandacht besteden aan het feit dat Gert van Brakel voor het laatst Los Vast heeft gepresenteerd. Meneer Van Sinder, ik zou zeggen, ga uw gang. Ja, inderdaad. Luisteraars. Ik wilde graag even in het kort Gert van Brakel schetsen als mens. Daar ga ik. Werkt u altijd met houtskool? Ja, ik werk altijd met houtskool, omdat houtskool, dat geeft mooi de contour. En hij heeft... Dit is een schouw, hoor. Ja, dat is het. Maar kijk, die Van Brakel heeft zelf zo'n gegroefde kop. Die heeft een mooie gegroefde kop. Ja. En die groeven kun je met houtskool, kun je die mooi aanbrengen. Begrijp ik? Kijk, die kin, zie je? Die dubbele kin. Kijk, en dan heb ik dus, dan moet ik even mijn dikke houtskool pakken voor die wallen. Wacht even. Zie je? Wat voor wallen? Onder die ogen. Dan zet ik die zakken zet ik een beetje aan onder die ogen. Begrijp je wel? Zie je, nou dit is hem. Oh, Michael, ja. Dit is hem echt helemaal als mens geschetst. Ik ben blij dat ik dat even heb mogen doen. Dank u wel. Ja, luisteraars, u denkt wat wordt het ineens stil. Maar dat komt. Ik zat even na te denken over het vorige item of dit nou wel kon voor de radio. Hè? Want je gaat op de duur ga je het bij jezelf zoeken. Hè? Je gaat het bij jezelf zoeken en je denkt, ligt dat nou aan mij? Hè? Toen komt iemand die zegt, ik ga even in kort. Dat denk je nou. Toen komt een toespraak, hè, van die gaat vertellen van, nou, geef van maar zus of zo. Nou komt hier een man met een tekending en die gaat Gert van Brakel zijn schip met hout. Wat slaat op voor de radio? Nee, niet voor de televisie, voor de film. Hij was heel goed. Hij leek heel goed. Nou ja, laat maar houden, we gaan maar gewoon door, hè. Wat heb ik toch een ijzeren betonnen gestel, hè. Voet afgezet. De prijs. Het is toch niet te geloven. Je denkt, nou, er komt een soort nationale actie. Hè? Een soort gigantische mensen. Er moeten 10 miljoen binnenkomen. Hè? Want we gaan grote acties. Hè? Iedereen erbij. Soestdijk wordt van huis gehaald. Nee hoor, de prijsvraag. Nou, ik vind het anders wel leuk hoor. Wat ja, ik vind het ook altijd een heel bijzonder gebeuren. Iedere zaterdagmiddag dan. Ik ook. Nou, ik heb zelf speciaal koffie ervoor gezet. Nou, dat is wel nodig ook. Sterke koffie, daar hebben we wel nodig. Blijven we wakker, hè? Nou, dan komt de prijsvraag. De vraag van vorige week. Dat was... Dat was dat ene plaatje van, weet het ook weer, van, heb ik hier... Hey schat, weet je wat? Ik wil de nacht niet bij jou wil zijn.
Dat was dus de vraag van vorige. Ik reageer niet eens meer. Ik word dood voor die dingen. Dat was dus de vraag van vorige week. Dat de vraag van vorige week was. Nou, daar zei... Dat wat ik net hoorde, die van hele dinges. Oh ja, ja, ja. En de oplossingen die komen nu, want we hebben inderdaad weer stapels en stapels binnengekregen. Nou, en de groot die gaat ze voorlezen, hè. Nou, daar komt het. Kan er wel bij, het is toch een trieste uitzending van Brakel gaan weg. Dus hoe meer narigheid we hebben, hoe beter het is eigenlijk, hè. Het is aangepast, hè. Heb ik al eerst hier de oplossing van... Even kijken van wie die is. Dat is van... Dat is er voorbereid ook, hè. Ewald van Zark. Van IJsinga. Ja. IJsingalaan in Utrecht. Ja. Hey schat, weet je dat? Mogelijk. Ik de hele nacht dicht bij jou wil zijn. Antwoord. Hoe kan dat anders met die superlijn? Hoe kan dat anders? Veel ja, meer, het is hoor. Allemaal zenuwen, hoor. Het zijn van mij ook allemaal zenuwen trekken, hoor. Ik lach maar wat, hè. Ik doe maar mee. Oh, de familie Buitendijk is weer terug van vakantie. Oh, de familie Buitendijk. Nou, kennen we die ook altijd flauw op. Nee, schat, weet je dat? Is pas de briefschrijver. Van Jannie Buitendijk. Wat maakt dat nou uit van mij, maar niet van Simon Buitendijk? Wat geeft dat nou toch van wie dat is? Nou, voor mij maakt het wel enig verschil. Ja, kom op nou, man. Ze schrijft, hey, schat, weet je dat ik daar heel nog niet wil? Ja. Mij best als ik geen last met de dierenbescherming heb. Als ik maar geen last met de dierenbescherming, wat een giller, hè. Nou, en dan de laatste, denk ik. Nee, deze is van Kees Dix. Oh, gelukkig. Er komen er nog meer. Wat een geluk, hè. Hey schat, weet je dat ik de hele nacht dicht bij jou wil zijn? Nou. Ja, maar neem je slaapzak mee. En we gaan weer! De winnaar komt nu. Stop dat orkest! De winnaar komt. Oh, de winnaar komt toch! De winnaar komt niet. Nou, zeg dat er eens wie er komt. Heren, daar gaat hij weer. Nu komt de winnaar. Nee, die andere team. Oh, de eerste één. Ja, maak het uit. Voor u thuis even rustig. Andere tune krijgt. Kom op, spel nou door die andere tune. Gebeur! Nou, daar komt hij weer, hoor, mensen. Daar gaan we. Ja! Ze hebben de smaak te pakken, hoor. Hoor. Gezellig, hè, Dick? Gezellig. Ja, gooi er allemaal in zand overheen. Gooi de zand overheen. En de winnaar is Kees Buitendijk, Schuiversprek 121 in Vlaanderen. Ja. Gefeliciteerd! En dan is het nu tijd geworden voor de nieuwe opgave. Dick. Zal ik nog even de oplossing geven? Voor mij hoeft het. Voor als je mij echt persoonlijk vraagt, zeg ik, voor mij hoeft het niet. En uw oma, joh? Wat vindt u ervan? Zal ik de antwoord op de radio geven of niet? Wat voor antwoord? Van die Kees Buitendijk. Doe maar even. Hij schat, weet je. Ik wil wel graag horen, maar doe het even daar in die geluidsdichte kast. Gaan we nou nog? Kom op, jongens. Gooi de nieuwe opgave erin. Klaar, dan zijn we erdoor. We hebben nog zoveel. Dat is leuk, Dick. We moeten nog aan dat Van Brakel gaat weg. Dat moet er... Nou. Dat is een plaatje uit Zuid-Limburg. Ja, dat... Even kijken. Dat heet Sibiel en Wiel. Wie zeg je dat? Sibiel en Wiel. Nou, Sibiel en Wiel. Nou. Of dat... Hou je nog zoveel van mij? Ja! Hou je nog zoveel van mij als vroeger? Dat was dus de vraag van deze week. Hou je nog zoveel van mij als vroeger? Nou, als je nou een leuke vraag op weet, dan stuur die op aan... Opletten, het adres, hè. Hoop mensen hadden het goed deze week geschreven. Het is niet Van Brakel, maar... Het is vandaag op laatst geweest. Ja, dat heb ik al 80 keer verteld. Nou. Aard van Bergheid. Aard van Bergheid.
Per adres NCRV. Kent u wel, hè, die beesten, hè, die in de bergen lopen? Schuttersweg 8 tot 10. Aard van donkerbruine bergheid. Kan ook meegelezen. Maakt niet uit, zo'n bergheid kan toch niet lezen. In Hilversum. Daar heb je ze ook. Mooi, dat was alweer de breedvaart. En dan lijkt het me nu leuk, we komen terug. We zitten nog steeds in het afscheid van Gert van Brakel. Laatste keer los vast gepresenteerd. En we hebben een heleboel bekende... Ja, dat zeg ik te groot. En we hebben een heleboel bekende artiesten. Nederlandse artiesten hebben wij gevraagd. Om even te zeggen wat ze er nou van vinden dat Gert van Brakel weggaat, hè? Hun persoonlijke mening. En hier komen zo wat verschillende reacties. Oh, zal ik even koffie zetten voor iedereen dan? Nee, Harry, dat hoeft niet, want ze zijn hier niet persoonlijk aanwezig, hè? We hebben het opgenomen, hè? Opnames. Ja, opnames. Op de anders had ik even koffie gezet. Nee, niet nodig, Harry. Gooi maar neer, die boy. En hier komt dan de eerste reactie van... Van wie allemaal? Ja, Web, laten we even praten. De binnenkant vertellen om de breedte toch niet steeds de boel. Hier komt dan de eerste reactie van... Tony Bas. En die zei... Wat is het einde? Wat doet de deur in? Ja, maar niet alleen Tony Bas hebben we gevraagd. Oh nee, ja, wie heb je nog meer gevraagd dan? Ja, laat mij dat nou even vertellen. Daar hebben we bijvoorbeeld ook aan Jacques Herp hebben gevraagd wat hij ervan vond... Dat, Gert van Brakel. Ja, Gert van Brakel, natuurlijk, dat weet ik zelf ook wel. Dat Gert van Brakel niet meer bij Los Vast werkzaam is. En die zei... Nou, wat zei die? Werkeloos kan toch geen schande zijn. En zo is dat ook natuurlijk, hè. We hebben nog meer reacties van bekende mensen. Bijvoorbeeld Willy Alberti. Wat vond hij ervan dat Gert van Brakel weggaat? Lieperli, ikke tak, ikke tien. Lieperli, dakkel, jorno, jidien. Oké, dat zijn duidelijke meningen. En natuurlijk hebben we ook het vrouwelijk schoon. Rotterdamse Riet. Wat zegt die ervan dat Gert weggaat? Hij was een fijne knul. En hij maakte altijd flauwe knul. Zo is het ook, hè. Zo kennen we hem, hè. En wat dacht u van Rika Jansen? Hoe reageert hij erop? Amsterdam huis. Ja. Waar het eens heeft gelachen. Ja, zo erg moeten we het ook niet aantrekken natuurlijk. Ja, en zo'n ramp is je het niet. Je kon goed lachen met die ja, natuurlijk wel. Maar we krijgen Jan Rietman, dus niet alles is verloren. Maar natuurlijk is het vervelend dat Gert weggaat. Want wat zei Patricia toen ze hoorde dat Gert wegging? Als dat zou kunnen. Als dat zou kunnen. Natuurlijk ook mensen die erg verdrietig waren toen ze bericht kregen. Ja, bijvoorbeeld Jan Boeseroen. Die ken je niet meer terug. Die reageerde zich meteen af. Ja, dat was heel erg met hem. Ik heb hem net nog even gebeld. Oh ja? Ik zeg tegen hem, Jan, hoe is het? Toen zegt hij... Ik ben aan het rand geslagen. Ja, nou dat is toch een gek, hè. Zo erg moet je niet aantrekken, mensen. Ben je mal? Hè? De wereldbol draait gewoon door, weet je. Ja hoor, zo is dat. Wat ik persoonlijk ook heel erg triestig vond, was de reactie van Mieke Taalkamp. Wat heb jij het al gezegd, hè? Jij zei het tegen haar, ik zeg, Mieke, ja. Gert van Brakel gaat weg. Ja, hij belde erop, hè. Ja, en helemaal verbaasd. Helemaal verbaasd was, hè. Ze vroeg ook nog aan jou waarom die wegging, hè. Ze vroeg aan hem waarom die wegging. Hoe zei ze het ook alweer precies? Waarvoor, vroeg ze, hè. Waarvoor gaat die weg? Ja, ik zeg, heb u het programma zeker nog nooit gehoord, hè. Het triestigste van alles vond ik persoonlijk telefoongesprek met Bonnie Sinclair. Dat was zo'n triest. Zo we hebben aandoenlijk. Het op de band staan. Dat ga ik even laten horen. Ja, hoe dat ging gisteren. Die verwerkt het niet hoor. Nee. Moet je opletten hoe ze dat verwerken als ze dat bericht krijgt van de groot. Kom ze. Hallo? Ja, ik wou even zeggen dat Gert van Brakel die stopt met Los Vast. Nee. Ja, echt waar. Nee. Ja, echt waar. Ja, echt. Ik heb gisteren. Hallo? Hallo? Hallo?
Nou, en dat was gistermiddag. Gistermiddag was dit gesprek. Nou, vanmorgen heb de moeder gebeld. Ze legt op bed. Was het al, man? Het is nu de hoogste tijd. Ja, hoor, daar komt hij al. Ja, dames en heren, hier zijn we dan weer, hè? Met de 30 seconden van meneer De Groot. Meneer De Groot. Ja, hallo fans. Hallo fans. Geen hier ook ben verder. Ik weer met een daar serie. Heb je weer. Hele leuke moppen. Het is een soort waarschuwing bedoeld, hè. Ja. Daar heb je hem weer, hè. De eerste mop is geleverd door Maarten Stoffers uit Leiden. De eerste mop. Ja, hij zegt het erbij, anders denk u misschien, wat is dat nou voor een tragisch verhaal? Het zingt en het zit halverwege mijn benen. Nou, ik weet het niet. Mackie mijn knie. Mackie mijn knie. Raadseltje. Raadseltje. Wat is het verschil? Al die moppen zijn raadseltjes. Het is mij een groot raadsel. Iedere mop die hij vertelt is mij een raadsel. Van Herman Rakers uit Delft. Alsof dat wat uitmaakt. Wat is het verschil? Helemaal niks. Wat is het verschil tussen ome Joop en een vaatje jenever? Hé, hey, gaat er weer over mij, hoor. Ja. Gaat er weer ten koste van mij, hè? Grappen ten koste van een ander, wat nou weer? Wat is het verschil tussen ome Joop en een vaatje ja, jenever? Ja, dat hebben we gehoord. Nou, wat is het verschil? Een vaatje jenever heeft dan 30 liter genoeg. Geweldig! En dan heb ik hier eens van... Altijd een koste van mij! Altijd een koste Dries van Leeuwen en Rob van Arkel uit Bunnik. Het zingt en het vliegt. Het zingt en het vliegt. Hou je vast! Bill Helikopter. Daar gaan we! Hoor je? Bill Helikopter. Ja, Bill Helikopter. Nou, ik begin maar vast te lachen. Ik hoef niet te lang wachten dat hij uit is. Daar lacht. De vaste Belgenmop van de week. Is ingestuurd. Hey, ga lekker op mijn bok omleggen, mensen. Lekker lang uit op mijn bok om. We zullen zien de loop van de week. Dat kan me niet schelen. Alles beter dan dit. Gaan gebruiken. Ilona van der Ham en Reinie Jansen uit Wenen. Dit is mop 269. Er is een nieuw soort Belgische autobus uitgevonden. Hoe ja? 8 meter breed en 2 meter lang. Omdat iedereen voorin wil zitten. En de bonus. Sprakeloos van die dingen. Ik word er zo stil van, hè. Je hebt wel eens dat je moppen, hè. Dan kom je echt in de moeder krijgen, hè. Gezellige stemming en zo, hè. Café. Maar ik word hier altijd zo triestig van, bonus wilde ik word er zo stil van, hè. Zes deze meiden. Waar ben je stil of zo, hè? Zeg, oh, heb je het programma niet gehoord vanmiddag? Nee, niet gehoord. Nou, had je ook wel stil geweest. Nee, ik wilde de bonus deze week uitreiken aan Henriette Kalsen. Henriette Kalsen, ja. Wilde Kamp 46 uit Binnenkomt. Zo, die kan ook niet meer naar buiten zonder nagejouwd te worden. Ja, want die heeft niet mopje ingestuurd, nee. Maar die heeft dat mooie borduurwerkje voor ons gemaakt. Oh ja, ja dat is even leuk. Die heeft een heel ding geborduurd. Zo lang ding. Die ken je wel, hè, die lange dingen die geborduurd zijn. Die hangt hier nou aan de muur. Dank in de studio van Henriette Kals. Ja, dat heb je in de Henriette Kals. Nou, hartelijk bedankt. Nou, zijn we klaar nou? Ja, dat is de bonus. Dat was de bonus, ja. Hè. We zijn er door, hoor. Dat was hem dan weer. Dat was dan weer de Lach of Schietshow. De presentatie was in handen van mezelf. Vertrouwde handen, mag ik wel zeggen, die waren. Dank je, Gert van Brakel. Ja, en heb ik diverse onderwerpen heb ik aangedragen. Wat mensen, productie. Hij had de productie, dat is toch onbelangrijk? Die NCFV-man die. Ook wat kan de mensen dan verschillen dat jij de productie had? Dat interesseert toch geen hond? Belachelijk, hè? Dank je wel, ja. Volgende week zijn we er weer, moet je nog even vertellen. Met een kerstuitzending. Dank je, Gert van Brakel. Dus hebben we hier kerstkrantjes en zo. Kerstgroeten, nu opsturen. Kerstbomen. Dank je, Gert van Brakel.
wat leuk, dan doen we volgende week doen we kerstgroeten. Dus als u heeft kennis over zeeën, die horen het niet hoor, het programma, ze kunnen het niet beluisteren. Maar gewoon voor het idee, hè, dat doet aan Henk in Jamaica, weet ik veel. Ja, dat is leuk. Dus volgende week kerstgroeten. Dank.